Welkom bij NH Next. Daar zijn we. Goedemiddag dames en heren en welkom bij NH Next. Het komende uur ben ik er met een bijzondere tafel. Welkom bij NH Next. Vandaag vanuit de kantine van het ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord gaan we het over een van de meest innovatieve sectoren in Nederland. Ik durf eigenlijk wel te zeggen, een van de meest innovatieve sectoren internationaal gaan we het hebben. De zaadveredelingssector in Noord-Holland Noord. Een mooie sector, een aantrekkelijke sector en tegelijkertijd worstelt die sector met een groot tekort aan personeel. Daar gaan we het vanmiddag over hebben met Carolien Wagenaar, programmamanager van Seed Valley, met Kees Mors, HR, BO, maar Kees, ik kom jou overal tegen, dus ja. Misschien is het wel iets meer dan alleen HR. En dan tenslotte Jurgen Holtz, directeur van het Clusius College in Hoorn. Alle drie welkom en we gaan het probleem maar eens verkennen. Carolien, er zijn vast ook mensen die zeggen, Seed Valley, zaadveredelingssector, waar hebben die mensen het over? Kan jij even heel kort schetsen wat dat is, Seed Valley? Ja, zeker. Seed Valley is een samenwerkingsverband van allerlei bedrijven in de regio Noord-Holland. En al die bedrijven zijn gespecialiseerd in de ontwikkeling van nieuwe groente- en bloemenzaden. Dat netwerk bestaat uit bedrijven die echt de groenten en de bloemenzaden ontwikkelen. Maar ook de bedrijven die dienstverlenend zijn. Dus dan kun je denken aan de machinebouwers, bedrijven in de robotisering. Maar ook in de finance, IT, vanuit die hoek. En Seed Valley is inmiddels ruim 10 jaar geleden opgericht. Met het idee, of eigenlijk met de uitdaging moet ik zeggen. Het aantal studenten wat koos voor een groene opleiding te laag was om te voorzien in de vacatures. En ook te voorzien in de verwachte groei van de bedrijven. De afgelopen jaar is gebleken dat die elk jaar zo'n 10% groei hebben doorgemaakt. En daarmee ook het aantal vacatures steeds is toegenomen. Dus inmiddels zitten we op gemiddeld 300 vacatures per jaar. Dus dat was eigenlijk de ene uitdaging. En de tweede uitdaging was van ja, als de studenten dan studeren aan opleidingen in Wageningen of andere plekken in Nederland, hoe haal je ze dan vervolgens naar de regio hier in Noord-Holland? Dat waren twee uitdagingen waarvan de bedrijven zeiden, hey, dat kunnen we individueel oppakken, maar gezamenlijk hebben we veel meer slagkracht. En daar is Seed Valley uit ontstaan. Ja. Dus Seed Valley is eigenlijk zeg maar de representant van een groot aantal innovatieve bedrijven. Die hebben mensen nodig en die hebben gezegd op goed moment, je kan beter met elkaar de vijver groter maken dan dat je het allemaal individueel doet. Ja. Dat is eigenlijk even heel kort. En jullie focusten op welke opleidingsniveaus oorspronkelijk? Kan je daar ook een schets van geven? De focus heeft heel lang gelegen op het HBO en het WO niveau. Maar het MBO is daar zeker wel altijd een onderdeel van geweest. En je ziet... daar komen we zo. Maar daar gaan we straks verder over praten. Kees, BO-zaden. Nou, jij bent dus blijkbaar onderdeel van zeg maar, dat cluster Seed Valley. Ja, zeker. Maar misschien kan je wel iets vertellen. Wat gebeurt er nou in zo'n bedrijf? Wat voor activiteiten vinden daar plaats? Ja, het is ontstellend breed. Is dat het groentezakje bij het tuiscentrum wat we halen? Nee. Wij zitten echt in de business-to-business markt. Dus echt voor de professionele teler. Nou, even kort over BO. BO is een familiebedrijf, een samenvoeging van twee kleinere familiebedrijven, opgericht in 1978. Ik werk daar nu ongeveer 25 jaar. Om even te schetsen, in 1997 hadden we 140 mensen aan het werk in Nederland, voor Nederland. Nu zijn het er rond de 750 en met een groei toch wel de komende paar jaar naar 800 vaste medewerkers toe. Buitenland zijn we ook heel hard gegroeid. We hebben nu rond de 1200, 1300 mensen aan het werk. Dus in totaal het bedrijf is ondertussen meer dan 2000 medewerkers. Ja, waar houden wij ons mee bezig? Het is met name gericht op een beetje de basis groentegewassen. Kool, wortel, uien, daar zijn we heel groot in. We doen ook veel in fruitcrops, biologisch zaadprogramma. En wij maken natuurlijk de allerbeste rassen in deze wereld, die ook inspelen op veranderde klimaatomstandigheden, ziektes die kunnen voorkomen in het gewas. Nou, daar maken wij met heel innovatieve research, dat doe je denk ik ook op. Hè. Dat is onze voornaamste missie eigenlijk, om ervoor te zorgen dat we goede groenten in deze wereld. Maar jullie voeden eigenlijk de wereld?
Ja, wij voeden samen met ook de CON-collega's ook vanuit Sietveld. Ik meen dat we ongeveer 70% van de groentemarkt met z'n allen afdekken. Nou, BO pakt daar gelukkig ook een flink deel in mee. En ja, wat je ook ziet in onze sector, dat we behoorlijk aan het professionaliseren zijn. Digitalisering, technologie, heel veel innovatiekracht is er aanwezig. En je ziet ook dat van een wat meer agrarisch ambachtelijk bedrijven echt wel aan het doorgroeien zijn naar een heel professioneel bedrijf. Je met allerlei disciplines. Ben je misschien een beetje een techbedrijf, langs bij ons? Of mag ik dat niet zeggen? Nou, ik denk dat je... Ik heb wel in het verleden gezegd dat wij ook wat meer de farmaciekant op lijken te gaan. Hè? Dat er zoveel research moet plaatsvinden om nieuwe goede rasje te ontwikkelen. Dat je wel kan zeggen dat we de biotech kant wel aan het opdrijven zijn. Het is een hele relevante sector. Want we hebben iets van 7 of 8 miljard monden te voeden om de wereld. Daar leveren jullie een bijdrage aan. Relevantie is voor leerlingen tegenwoordig heel belangrijk. Maar daar komen we straks nog wel verder over te spreken. Ja. Waarom ben jij op zoek naar mensen? Die komen toch allemaal en masse bij jou binnenlopen? Nou ja, gelukkig heeft BO best een positieve imago. Ja. Maar wat je toch ziet is dat wij ook met een vervangingsvraag gewoon te kampen hebben. Je ziet toch, mensen worden ouder, gaan het bedrijf verlaten. Dus sowieso al dat wij alleen over BO, dat het rond de 15 tot 20 mensen per jaar gaat inmiddels. Nou, daarnaast hebben we mensen die regulier uitstromen vanwege arbeidscontractbeëindiging, et cetera. Of mensen vinden een andere baan, maar ook gewoon puur uitbreiding van personeel. Dus ook komend jaar gaat ook weer om 35 extra arbeidsplaatsen binnen alleen al Nederland. Dus ja, per jaar trekken wij toch zo rond de 70, 80 nieuwe collega's aan. En die worden wel groter. Dan vertelde Carolien net dat primair in eerste instantie Seedwell is gericht op een hoger opgeleide segment. Hmm. Maar ik hoor nu opeens dat het ook om mbo gaat. Wat voor type functies heb je dan over? Kan je daar een beeld geven? Voornamelijk ook in de agrarische sector. Dus ik ben ook heel blij dat Jurgen Hals hier ook aan tafel zit. Maar in de agrarische sector zie je dus dat ook veel mensen het arbeidsproces gaan verlaten. Nou, daar hebben we toch mbo 3, mbo 4 mensen voor nodig. Grote vraag daar. En ook wel mensen die, zal ik zeggen, in ons, wij noemen dat dan een pakhuiscomplex. Hè, maar waar de zaadverwerking en bewerking plaatsvindt. Ja, daar hebben we ook operators nodig, technische mensen nodig. Laboratoriumpersoneel niet te vergeten. Ja. We hebben 120 mensen die in onze research afdeling werken. Dus dat gaat ook om... Wat je eigenlijk schetst is wat er echt allemaal komt kijken bij een bedrijf als BO, wat natuurlijk een multinational inmiddels is. Ja. De sector in zijn totaliteit sowieso. Mm. Jurgen, mbo, in alle soorten maten, laboratorium, in het magazijn, op de akker. Eigenlijk op alle plekken zijn ze nodig. Ja. Het Clusius, misschien even heel kort. Sommige mensen weten waarschijnlijk net niet wat jullie zijn. Dus misschien kan je dat even heel kort aangeven. En dan vervolgens de vraag natuurlijk. En waar zijn jullie mee bezig om, laat mij heel concreet maken, om BO te helpen? Nou, even kort, het Clusius College, die heeft 7 vestigingen in deze regio. Zowel VMBO als MBO. Dus dat betekent dat we 3 MBO-vestigingen hebben, waar we met name ook eigenlijk als agrarische sector de opleidingen verzorgen. En jij noemde net een aantal opleidingen. Wij gaan binnenkort samen met het ROC Hof van het Rond ook fuseren. En in die fusie zien we natuurlijk wel mogelijkheden ook om het aantal beroepen wat jij schetst, die niet alleen specifiek agrarisch zijn, ook wel te kunnen bedienen. Dus we hebben VMBO en MBO in huis. MBO plantenteelt zit bijvoorbeeld in Hoorn, mijn vestiging. Ja, en daar zien we gelukkig een toename in het aantal studenten. Van de week liep nog een collega dat we landelijk de meeste aanmeldingen voor onze opleiding hadden. Dus we groeien daarin, dus dat is positief. Dat is mooi. Maar we zien natuurlijk ook wel een veranderende arbeidsmarkt en een veranderende behoefte. En als derde poot, dat is eigenlijk de poot die we naast ons VMBO en MBO hebben, dat is de bedrijfsopleidingen. Wat straks ook een belangrijk onderdeel zal zijn, waar we later over te spreken komen, over leven lang ontwikkelen. Dat zien we wel als een poot die we verder gaan uitbreiden, omdat juist de vragen vanuit de bedrijven ook vraagt dat we ons onderwijs en de inhoud daarvan ook significant wel gaan veranderen. Ja. Dus dat is enigszins al even de antwoord op de vraag die Kees stelde. Van wat gaan wij bieden? Wij gaan dat maatwerk ook wel bieden. Maar
er zit altijd, achter alle mooie verhalen zit altijd een maar. En ik denk dat je goed schetst wat de school doet. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd hoor ik alleen al Beo zeggen van nou, 100 per jaar heb ik er wel nodig. Mm-hmm. En natuurlijk is dat niet vanuit één opleiding, maar vanuit diverse opleidingen. Ja. Maar we hebben nog meer van dat type mooie bedrijven in de regio. Ik noem maar even Ensa, Syngenta, ja. Noem maar op. Ja. Dus dat zal wel vermenigvuldigbaar zijn. Hoe zorg jij er nou voor dat je in die school voldoende instroom krijgt? We gaan straks wel even hebben over totaal wat we nodig hebben. Maar misschien kan je schetsen, hoe interesseer je nou een jongere om bij jou op school voor dit vak te kiezen? Ja, nou ja, kijk, aan de ene kant, en dat is het voordeel dat wij ook VMBO-onderwijs verzorgen. Dat betekent dat we heel intensief inzetten. Binnenkort zijn de eerste doorstroomweken of de inspiratieweken, waarin we eigenlijk willen zorgen dat zowel docenten op het VMBO, ons eigen VMBO, maar ook leerlingen vanuit het VMBO geïnteresseerd raken in het MBO en de sector. Dus dat zijn initiatieven die we nu al aan het uitvoeren zijn. Ja, en tegelijkertijd, als ik heb het over leerlingenbezoekdagen, dat leerlingen ook bij ons op de vestiging komen om die heel kennis te maken met niet alleen de opleidingen die we hebben, maar ook het bedrijfsleven wat daaraan verbonden is. Ja, op die manier probeer je op dat stuk wel wat meer instroom te creëren. Ja. We zien wel een toename in de interne doorstroom. Maar we proberen juist ook in de regio, bijvoorbeeld even hier, als ik het over West-Friesland heb. Ja. We werken nu intensief samen met andere VMBO-scholen in het techniekpact voor het VMBO. Ja, daarin hebben wij gezegd als Horen, wij willen in feite de groene sector daar goed neerzetten. Dat betekent dat we een eigen Agritech-campus hebben neergezet. Agritech-lab moet ik zeggen, sorry. Ja. En daarin proberen we eigenlijk al basisscholen en VMBO-scholen. Wat gebeurt er in een Agritech-lab? Wat gebeurt daar nou precies? Ja, kennis maken met de agrarische wereld. En alle bedrijven die en alle medewerkers en beroepen die je in dat bedrijf nodig hebt. He, dat gaat van de droomtechnologie tot robotisering van de landbouw. Mechanisering van de veehouderij. Ja. Dus je kunt er allerlei dingen denken. Plus hebben wij in het Agri of in het Clusius Lab ook het laboratorium. Ja, wat we natuurlijk samen ook met de Seed Valley hebben staan. Waarin we al kleinschalig leerlingen kunnen enthousiasmeren van wat daar nou gebeurt. Ja. Dus op die manier proberen we basisscholen binnen te halen en te enthousiasmeren eigenlijk voor ons onderwijs. Niet alleen voor het VMBO, maar uiteindelijk ook voor het MBO. Ja. Misschien nog eventjes, want ik denk dat je een hele mooie schets geeft. En in feite maak je de hele keten al, want je hebt gezegd, eigenlijk begint het verhaal al bij het HBO nog vergeten. Ja. Ja, maar goed, het begint bij het basisonderwijs. Dus ik wou even onderin bij het primaire niveau beginnen. Wat doen jullie nou als staatssector richting het primair onderwijs? Want het is natuurlijk in de regio een hele grote sector. Dus ik vind een bewustwording van zaken die om je heen bewegen ontzettend belangrijk is. Ik kan me voorstellen dat jij ieder jaar met bedrijven alle basisscholen in Noord-Holland-Noord afreist. Het is wel een mooie ambitie. Ja, nee. Wat doen jullie daarin? Nou, ons programma is begonnen eigenlijk bij de groep studenten die al een biologie richting heeft gekozen. Dus life sciences noemen we dat inmiddels, want het wordt steeds breder. Hè? Data wordt ook steeds meer een onderdeel. Maar ook plantwetenschap blijft een essentiële opleiding. En we zijn eigenlijk begonnen met die studenten kennis laten maken met van ja, als je nou een richting studie kiest in de life science, waar kun je dan allemaal terecht? En voor heel veel studenten is het logisch dat je de medische kant op gaat. En wij laten zien van ja, maar heb je wel eens gedacht aan de plantenkant? Nou, dan gaat voor heel veel studenten een wereld open. Dus dat is mooi. Biedt altijd mooie gesprekken en levert ook uiteindelijk zichtbaar resultaat op. Inmiddels hebben we dat programma uitgebreid eigenlijk naar de bovenbouw van de middelbare school. Dus we hebben gezegd van op het moment dat ze gaan kiezen voor een vervolgstudie, gaan we ze ook laten zien welke keuzes ze mogelijkheden ze hebben. En vooralsnog hebben we de basisschool niet als doelgroep in ons programma. En dat heeft puur te maken met dat je met je budget en je capaciteit op een gegeven moment moet beslissen van ja. Maar dat wil niet zeggen dat het in de toekomst niet gaat gebeuren. Dat gebeurt het wel. Ja, vertel eens. Ja, wij we zitten in coronatijd, maar voordat we corona hadden, gebeurde bij ons zeer regelmatig dat groep 7, groep 8 werden rondgeleid door ons bedrijf. Ook om die kinderen gewoon kennis te maken. Maar ja, wat gebeurt er allemaal binnen een zaadbedrijf? Hadden jullie als BO van die hele mooie open dagen? En dat was voor een stuk op het vak gericht, heb ik altijd begrepen. Maar volgens mij in het weekend mocht ook iedereen langskomen. Open dat dagen, ook de functie om zichtbaar te maken? Absoluut, absoluut. Wij open dagen, helaas ook dit jaar niet. We doen wel nu de Variety Days. Dat is eigenlijk een open dagen light voor echt onze klanten.
Maar de open dagen, en we hopen natuurlijk dat dat volgend jaar allemaal weer kan gebeuren. Dat is toch 4 dagen lang is het bedrijf echt open, 5 dagen is open voor onze klanten, voor onze relaties, maar ook voor scholen. Ja. Dus we krijgen heel veel bezoek van scholen, van onderwijsinstellingen, om ze ook kennis te laten maken met onze bedrijfsvoering. Ja. Kansen die staatsbedrijven ook hebben voor niet alleen aan garage werkzaamheden, maar ook het gebied van IT, gebied van onderzoek, logistiek, et cetera. Dus, ja. Jullie proberen het te laten zien, maar misschien dan toch even terug naar Jurgen. Wat doet een jongere de verwondering opvatten voor een sector die in feite heel belangrijk is, ook als je naar de toekomst toe kijkt. Wat hebben die jongeren nou nodig om te zeggen van yes, ik ga hier gewoon, daar wil ik aan de slag. Wat is dat? Ja, nou ja, ik denk het totaalplaatje. Dus open dagen bij BO is mooi. Maar in combinatie met ook meteen een opleider bijzetten. Dus in samen, die verbinding zoek ik echt. Want als je in die verbinding, als wij de open dagen op de Clusius hebben en wij kunnen in feite onze bedrijven koppelen aan zo'n open dag, dan is dat een beetje perspectief voor zo'n leerling. Ja. En zie je waar ze uiteindelijk dan eventueel terecht kunnen. En ik denk dat daar wel de kracht zit. Als ik kijk naar ons VMBO, wij gaan dit jaar starten met de expeditieweken, waarin we de groene werelden laten zien. Ja. Nou, als je die werelden laat zien en je ziet wat voor beroepen daarin zitten, dan hebben ze daar een beeld bij. En dan kunnen ze zich daar ook veel meer op gaan oriënteren. Dus dat beeld helpt om uiteindelijk te komen tot een goede beroepskeuze. En dus ook meer mensen in de sector waar dat nodig is. Want er is meer. Hè? Een bedrijf als BO die heeft natuurlijk op allerlei fronten mensen nodig. En daarom noemde ik ook even het RC Koffer van het Holland. Op het moment dat we daar met elkaar juist die mensen kunnen opleiden, dan denk ik, ja, dat is de kracht. En dan de verbinding. Het voorbeeld gaf ik van de week even bij in de bestuursvergadering van de Seed Valley. Dat ROC Kop met heel veel ICT-medewerkers zit, die in de zaadsector gewoon interessant zijn. Dus ik heb meteen ook even de schakel gemaakt met mijn collega bij ROC Kop van hoe kunnen we nou daar een verbinding maken, zodat die studenten al stage lopen binnen die bedrijven. Dus het perspectief zien van zo'n bedrijf en de mogelijkheden van ICT daarin. Ja, dan creëer je een pad, een loopbaanoriëntatie. Zo daarin, zowel op VMBO als MBO, ontzettend belangrijk. Ja, ik denk ook dat hele netwerkverhaal wat erachter zit. Hè? Want ook bijvoorbeeld Data Science Alkmaar, daar hebben wij ook contacten mee. Hè? Dat is dan weer meer op het academisch vlak. Hè? Maar dan zie je toch ook dat data-driven business innovation ook steeds belangrijker wordt. Ja. Nou, en dan is het heel moeilijk waar moet ik nou aan denken? Data-driven business. Dat even goed uit. Een paar zinnen heen, maar dat zie je ook bij ons bedrijf dat we veel meer toch op basis van data beslissingen nemen. En dat data wordt steeds belangrijker. Zeker ook als je kijkt naar klimaatverandering, grondsoort, noem maar op. Het zijn allemaal ziektedruk die in bepaalde gebieden heersen. Nou, dan met behulp van data kan je toch betere beslissingen nemen ten aanzien van je veredelingsprogramma's, ten aanzien van je productieprogramma's. Sommigen maakt dat uiteindelijk het programma ook om de richting interessanter. Hè? Want veel mensen, maar ook leerlingen, studenten denken dat groen echt gewoon nog met je handen modder en alles in de klei. Ja. Maar dat je teelt eigenlijk volledig ondersteund wordt door allerlei sensoren en data en computeranalyses. Ja. Of dat je in het veld met weet ik veel hoeveel verschillende technieken bezig bent. Ja, die wereld wordt steeds groter. En dat zullen ze proberen te duiden hoe groot de vraag de komende jaren is? Mm-hmm. Ja. Kees, kan je gewoon eens een poging wagen? Nou, ik kan me voorstellen dat het best lastig is. Maar, ja, het is wel op zich lastig. Maar als ik kijk, ik zei net al, onze vervangingsvraag, inclusief personeelsuitbreiding, dan praat je toch over zo globaal 70, 80 mensen per jaar, waar we het nu over hebben. Nou ja, als ik dat doortrek naar de komende jaren, dan gaan we zeker naar de 100 mensen per jaar die wij alleen al nodig hebben. Nou, laat staan, als je kijkt naar het hele Seed Valley cluster, wordt dat. Waar kom je dan ongeveer op uit, denk je? Als je dat hele cluster pakt. Wij zitten dit jaar op een record aantal vacatures. Dus dat betekent dat we nu al bijna op de 300 zitten die we gemiddeld jaarlijks hebben. Ja. Ik denk dat we richting de 400 zeker. 400, en dat zijn dan de vacatures die wij plaatsen op de website. Dus dat zijn nog niet de vacatures die intern vervuld worden. Klopt. Dat is een massieve vraag. Ja. En, nou schets jij dat het groene
Clusius en het grijze, het EOC-onderwijs bij elkaar aan het komen zijn. Dus dat je ook een breder palet kunt bieden. Ja. Waar Kees dan ook zegt van, ja, dat hebben we ook nodig in die breedte. Ja, ik denk dat maar dat 400 leerlingen op jaarbasis. Nou, dat is zeker te doen. Dat is wel optimistisch. Zelf voor alle niveaus. Voor alle niveaus. En dat betekent ook dat je in allerlei constructies kunt denken. Je kunt aan reguliere opleidingen denken. Je kunt aan BBL-constructies denken, dus werken leren. En je kunt denken aan cursus-contractwerk. Het voorbeeld wat Kees schetst vind ik interessant. In hoeverre kunnen de mensen die uitstromen ook al een leermeester zijn voor bijvoorbeeld jongeren die instromen? Dan behoud je je kennis, je investeert erin, dat behoud je. En het is interessant voor een jonge medewerker om intern opgeleid te worden. Dus er zijn meerdere, ik denk dat we even out of the box moeten denken in dat soort situaties. En moeten kijken van hoe tackelen we dit? En hoe zorgen we ervoor dat we dat wat nodig is ook uiteindelijk gaan leveren? Ja. En dat betekent wat, hè? Want je zei net terecht, dat is heel mooi aan... een mooi verhaal wat zit erachter. Dat betekent ook voor ons als onderwijsorganisatie dat we veel moeten investeren in onze teams. Ook daarin moeten kijken hoe we die goed opleiden. En als we uitgangspunt van wat we in Hoorn ook met elkaar hebben afgesproken is, je hebt een kernteam wat zorgt voor het onderwijs en je hebt die flexibele schil waar eigenlijk het bedrijfsleven in participeert om juist ook met hybride docenten en die leermeesters onze studenten in gezamenlijkheid op te leiden. Dus die verbinding en die samenwerking is essentieel om dit probleem te tackelen. Dus in feite dwingt de vraag in de markt bij het onderwijs een stukje hervorming. Ja. En jij noemt leermeester, hybride docent. Dat is tegenwoordig overigens een heel mooi. Zijn er nou bij jou, bij BO, medewerkers die zeggen van, nou, ik zou best een dag voor de klas willen staan? Ja, en die, doen ze dat ook? Ja, zeker nog. Wij hebben ook al afspraken lopen met het NOVA College. Dat is wat meer gericht op MBO, laboratoriumonderwijs. Ja. Daar zijn ook al afspraken over gemaakt. Ja. Dat ook gebeurt. En volgens mij, ik weet niet zeker, maar ik dacht dat bij Clusius ook al... We hebben de masterclasses, maar we hebben natuurlijk ook wel... Maar dat is wel een belangrijke, hè? Want op het moment dat we dit soort afspraken kunnen maken, kunnen wij in feite ook makkelijker de vraag beantwoorden. En dat hoeft niet per se altijd op de locatie van de school te zijn. Hè? Als we kijken naar de vakleerdagen, kan dat betekenen ook dat we bij wijze van spreken intern opleidingen doen, zoals we dat bij VZ in Warmehuizen ook doen. Dat de opleiding daar plaatsvindt voor de medewerkers die in dat bedrijf werken. En dat soort oplossingen moet je gaan denken. In feite zeg je de kwantiteit van de vraag. Ik denk dat we dat wel aan kunnen. Aan de andere kant kan ik me voorstellen dat er nog veel meer sectoren zijn die ook dit type vraagstukken hebben. En je concurreert natuurlijk in een nog veel grotere markt. Nou ja, want het is niet alleen BO, het gaat ook om de bouwsector, het gaat om de installatietechniek. De groenteverwerkende industrie is natuurlijk op dit moment ook booming. Hè? Dus dat vraagt ook heel veel mensen. Heel breed. Dus de concurrentie is groot, we zouden het kunnen. Maar je moet wel onderscheidend zijn. En dat is in je onderwijsaanbod. Dat is wat het bedrijf doet. Maar ik denk ook wat Sietveld die doet. Om die mbo'er geïnteresseerd te krijgen. En je gaf net al bij het begin aan. Van het begon bij hbo wetenschappelijk. Maar we zijn nu inmiddels ook aan mbo. Maar wat doet de sector nu. Om zich echt te doen onderscheiden van al die andere sectoren. Want dat is wel nodig, denk ik. Voorheen hadden jullie een prachtige actie, hè. Ga voor zaad. Jij gaat voor zaad. Mensen draaien nog steeds hun hoofd voorom. Werkt dat ook op mbo-niveau of moet het iets anders zijn? Kortom, wat doet de sector op dit moment? Dat is heel divers. En jouw vraag, werkt dat ook op mbo-niveau? Ja, want opvallende campagnes en communicatie werkt denk ik altijd. Maar we kijken wel altijd heel goed naar wat heeft de doelgroep nodig. En wat je vooral ziet op het mbo is dat ze heel... veel baat en behoefte hebben aan gewoon praktijkervaring. Dus ga maar met ze naar het veld en beantwoord de vraag maar over waarom die kool wel of niet groeit. Dus daar zien we wel verschillen. Hè. De doelgroep is wat dat betreft veel praktischer, zou je kunnen zeggen. Ja. Dus we proberen daar vanuit Seed Valley op in te spelen door te zeggen, nou, dan gaan we met die groep juist veel meer op bezoek. We nodigen ze inderdaad in de open dagenweek altijd uit. Dus op het moment dat het hele circus draait bij alle bedrijven, zeggen we van, nou, kom met het hele onderwijs dan langs. Want dan krijg je ook echt een mooi beeld van de beroepen. Dus dat proberen we eigenlijk te doen. En daarnaast proberen we ook de docenten daarin steeds meer mee te nemen. Hè? Dus te laten zien van, hier gaat het zoals het gaat. We hebben het gehad over stages. Kunnen docenten stage lopen bij de bedrijven? En andersom, misschien ook wel. Dus op die manier proberen we op allerlei manieren de kennis het onderwijs in te krijgen. En wat je ook veel ziet, is dat docenten een hele belangrijke rol spelen, ook al op die middelbare school. Dus
ja, we zijn ook aan het kijken met z'n allen van hoe kunnen we ook die docenten op het VMBO, maar ook op de HAVO en het VWO, ja, veel meer handvatten geven om dat plantonderwijs aantrekkelijk te maken. Wat jij zegt, Caroline, daar hebben we het ook in het bestuursvergadering over gehad. Als je het hebt over, we hebben ons eigen VMBO inclusies natuurlijk, maar je moet ook gaan kijken wat we nu ook gedaan hebben met bijvoorbeeld in West-Friesland met Newton. Die hebben dan een foodlab. Ja. En hoe kunnen wij onze kast uitlenen om daar al een stukje teelt te laten zien, die ze vervolgens, die leerlingen zelf, aan de overkant, bij de collega-school, dan in de keuken gaan verwerken. Ik heb ook gezegd, waar best ook wel potentie ligt, is ook op HAVO-VWO-scholen, om die te enthousiasmeren voor ons vervolgonderwijs, MBO, HBO, en dus ook de sector. En ik denk ook, als je kijkt wat daar zit, aan potentie, dat we ook die moeten aanspreken om vervolgens plek te geven in de bedrijven die, met wie we samenwerken. En ik denk dat daar echt wel ook wel potentie is die we nu nog onvoldoende misschien bereiken. Ook zij, uitstromers, HAVO, VWO, die daar niet redden, maar in ons MBO instromen, die toch net even wat meer willen, die zou je prachtig in dat soort leerwerktrajecten kunnen inzetten. Ja. En dat daar ontzettend veel kansen en mogelijkheden. Maar het belangrijkste, nog even terugkomen op jouw eerste vraag die je aan mij stelde, en daar wil ik wel op blijven hameren. Het totaalplaatje is zo belangrijk. Een student, een aankomend werknemer, die moet gewoon wel een beeld hebben van wat is er in zo'n bedrijf allemaal mogelijk. En hoe bouwen we dat in gezamenlijk op, dat beeld? Nou, ik denk dat in die zin... Mag ik daar nog even... Ga jij even... ik wil die zin even aansluiten. Ik denk dat het belangrijk is dat de imago van onze sector... Dat ook een positieve push krijgt. Hè. Van het verleden toch wel vaak... allemaal agrarisch en allemaal in de klei en met modder. Dat is gewoon niet meer, totaal achterhaald. Ik denk dat dat ook echt wel heel stevig neergezet mag worden. Het is gewoon... Het zijn schone werkzaamheden wil ik dan niet zeggen. Maar dat zijn wel heel boeiende interessante werkzaamheden. Die echt niet leiden tot heel smerig werk. Het is dus ook heel hard werken aan het imago. Om zeg maar ook het klimaat te creëren dat men geïnteresseerd raakt. Laten zien dat het wel is. Hè? Iedereen heeft er wel een beeld bij. Zo'n architectlab wat we nu hebben. Daarin laten we gewoon zien dat het anders is dan... op een trekker rijden. En dat er heel veel techniek en technologie. Daar helpt bijvoorbeeld wat Techniepak West-Friesland in. Dat je met elkaar een ander beeld laat zien van wat er in de agrarische sector nodig is en speelt. En dat er inderdaad niet alleen dat er heel veel schone beroepen zijn. En dat techniek en technologie juist die data, op ingespeeld moet worden. Eigenlijk zeggen jullie van alle zaken zijn eigenlijk aanwezig. Het is een relevante sector. Ja. Het is veel breder dan het oorspronkelijk was. We zijn hard met het imago bezig. We zijn ook met nieuwe leermodellen bezig. Hybride leraren, stages, open dagen. Dan ben ik toch wel heel nieuwsgierig waar die 300 vacatures vandaan komen. Want op een of andere manier slaagt de sector er dus toch nog onvoldoende in. Of moeten we zo realistisch zijn dat we zeggen van het lukt gewoon niet? Omdat de concurrentie te groot is of er zijn te weinig jongeren. Dat vind ik een beetje somber, Thijs. Een groot deel van de vacatures wordt ingevuld. Ja, we moeten daar wel optimistisch in blijven. Ja. Kijk, ik denk dat het imago van onze sector in de laatste plaats, zeker door ook de inzet van Seedwell, die echt flink verbeterd is. We zien ook best wel dat er mensen solliciteren. Maar we hebben ook functies die gewoon zo specifiek zijn voor onze sector. Bijvoorbeeld de functie van bioinformaticus. Nou, die vind je niet in veel sectoren, wel in onze sector. Nou ja, dan is het wel een zoeken inderdaad. En de agrarische functies is echt wel een issue. Ook omdat het aanbod van jongeren... mensen ook wat mindert. Dat is natuurlijk ook wel een probleem waar we tegenaan lopen. Oké, we constateren een populaire sector. Die kwaliteit heeft, mooi werk heeft, imago in principe prima. Maar het blijft moeilijk. En dat heeft voor een stukje te maken met schaarste op de arbeidsmarkt. Dat heeft te maken met concurrentie met andere sectoren. Dat is het beeld wat er is. Het gaat voor een deel ook heel goed. En dan is vooral de uitdaging... Ik wou het niet negatief maken. Maar dan is de uitdaging vooral... hoe hou je de komende generaties natuurlijk ook aan betrokken? Hou je het betrokken? Maar misschien ook nog wel de vraag daaraan koppelend. Dit is een heel erg onderwijsvraagstuk. Jongeren die opgeleid worden tot. Maar ik kan me ook voorstellen... dat er mensen in andere beroepen actief zijn... die we kunnen omscholen en bijscholen. En...
want er zijn ook zogeheten kansberoepen. En er zijn ook beroepen die juist geen kansberoep zijn. Kijk even naar de bankwereld. Kijk even naar vormen van dienstverlening. Ja. Ja. Wat doen jullie op dat terrein? Jij gaf natuurlijk al iets over de bedrijfsopleiding aan. Nee, dat is wel een belangrijk. Dat gaat zeker in de nieuwe organisatie, als we gefuseerd zijn. Dat is het nu al, maar we willen op dat succes wel voortborduren. Is dat je veel meer bij en na scholen gaat doen. Hè? Ja. En dat betekent, want we hebben het nu over jongeren, maar ik denk dat er ook heel veel potentie nog rondloopt wat ouder is. Wat we in feite ook kunnen omscholen of bijscholen en dus een plek kunnen geven in een van de bedrijven. En daar willen wij heel erg op insteken. Dus als je het hebt over het leven lang ontwikkelen, is dat juist een onderwerp wat wij als Clusius heel erg en ROC Kop straks ook samen willen oppakken om daar juist iets in te betekenen. Juist om dit soort problemen waar we nu tegenaan lopen te kunnen tackelen. Dus in feite zeggen jullie, we hebben het aanbod klaarstaan. Dat is wel een probleem. Want dit zijn vaak mensen die al een huis hebben, een gezin, een hypotheek. Ja. Dus die zullen niet zo makkelijk zeggen, goh, ga eens 3 jaar bij Jurgen op school zitten voordat ik ergens bij BO kan instromen. Nou, dat kan ook andersom. Hè? Ze kunnen ook in feite gewoon instromen en wij samen bepalen dan het opleidingsaanbod. Maar zijn jullie als sector bereid om deze mensen in dienst te nemen en voor de helft van de tijd bijvoorbeeld op school te zetten? Gebeurt ook. Er zijn gebeurd, toch? Tenminste, ik ken zelf een aantal voorbeelden. Ja, Kees kent er wellicht nog veel meer vanuit zijn eigen organisatie, waarin medewerkers worden aangenomen en parallel aan hun werktraject worden opgeleid. Ja. Dat gebeurt zeker wel. Ja, maar echt omscholen. Nou, wij hebben trouwens die mensen wel. Timmerman die toch ook bij ons aan het werk is gegaan. Op een gegeven moment ook vanuit de crisissituatie van pakweg 10 jaar geleden. Bij ons is nog aan het werk. Ja, hij heeft de omscholingstraject toch ook gevolgd en is nu een prima gewasverzorger. Dus er is ook een stukje interesse wat deze man heeft ontwikkeld daarvoor. Het gebeurt dus wel, maar nog niet in mijn idee in structurele zin. Dat je zegt, van, we hebben daar echt een beleid voor opgesteld. Is dat een onderwerp wat bij Seedvalley op de agenda moet komen? Want de schaarste door alle sectoren waar ik gesprekken mee voer, zeggen echt allemaal hetzelfde. Het wordt steeds moeilijker. En het onderwijs doet zijn stinkende best. En bedrijven willen graag ook. Maar we zullen ook andere, misschien wat minder conventionele wegen moeten bewandelen. Ja. Wat zijn jullie niet-conventionele wegen? Zijn het buitenlanders? Je ziet wel dat het aantal internationale collega's steeds meer toeneemt. Dus waar je voorheen zag dat de voertaal nog Nederlands was, is het eigenlijk nu heel gebruikelijk dat de voertaal in ieder geval een mengelmoes is van Engels en Nederlands. Steenkool-Engels. Maar zijn dat de alternatieve wegen? Ja, sommige professionals vind je in het buitenland. Dus en wij hebben vanuit Seedvalley ook een HR werkgroep, stuurgroep, waarin we dit soort dingen met elkaar bespreken. Dus dan hebben we het er ook wel over van welke mogelijkheden zien we, welke alternatieven moeten we mogelijk aanboren. Nou, kan dat dan in gezamenlijk, want dat is altijd de vraag, doe je dat gezamenlijk of doet ieder voor zich? Die afweging, die gesprekken zijn, die voeren we regelmatig. Van arbeidsmigranten zie je gewoon steeds meer. Wij hebben ook een vrij grote vestiging in Limburg. Ja. Nou, we hebben toch best wel echt wel veel Poolse medewerkers ook aan het werk. Voor een deel wel eens in het seizoenswerk, maar ook voor een deel nu in vaste dienst. Dus je ziet toch wel langzamerhand een verschuiving dat mensen ook vanuit het buitenland, waar ze dan vandaan komen, op zeg maar de mbo-functies instromen. Ja, of hoger. Het is ook wel belangrijk. Wij zien dat ook. Hè, wat bij ons aangemeld wordt, daar ga je wel serieus naar kijken. Wat kunnen we die bieden? En dus dat betekent ook dat er best wel hoog gekwalificeerd nieuwkomers rondlopen. Ja, en het is best interessant om te kijken van kunnen we die omscholen, bijscholen, om juist in die bedrijven een hele goede functie te kunnen krijgen. Dus ik denk, ik zou dat absoluut niet willen laten liggen. En dat past ook binnen het kader van het leven lang ontwikkelen. Ja. Dat je juist ook deze collega's of nieuwkomers de kans geeft om gewoon zich in de maatschappij te vestigen en vervolgens ook gewoon goed op te leiden. En daar is gericht beleid op. Daar hebben we nu wel input op geleverd. Ja. Hè? Ook qua competenties, vaardigheden die wij dan graag terugzien in die agrarische. Daar was volgens mij ook een onderwijs module op ingericht. Ja. Maar ook nog even je vraag ook over buitenlanders. Hè? Wat wij ook wel zien, dat is BO absoluut niet uniek in. Dat zeker ook in de wat hogere gekwalificeerde functies, waar je ook best wel veel instroom hebben van buitenlandse mensen.
Maar die studeren dan in Nederland, gaan hier solliciteren en komen dan bijvoorbeeld bij een bedrijf als de PO in dienst. Ja. Dus, dus jullie internationaliseren ook als het gaat om het, zeg maar het bestand van je medewerkers, internationaliseren jullie. Ja, ik ga toch nog eens een elementje eraan toevoegen. Want we zijn begonnen eigenlijk in ons gesprek met het beeld. Je moet jongeren interesseren in wat er in de omgeving gebeurt. Nou, we hebben hier een unieke sector zitten. Nou, daar zit wel iedere dag mee bezig. Het onderwijs faciliteert, zorgt ervoor dat jongeren die opleiding krijgen. En dan komen ze van school af. En dan willen ze ook graag, denk ik, op een goed moment bij het bedrijf gaan werken en gaan wonen. Nou ja, mag ik dit punt toch nog even raken? Want het gaat ook om integraliteit. Ik had het ook nog steeds op een lijstje staan om sowieso aan te kaarten. Want dat is gewoon wel een issue. Ook vanuit Seed Valley, maar ook vanuit andere ondernemers, organen, om het zo maar te zeggen. Pushen we er echt op om ervoor te zorgen dat er toch meer woningbouw plaatsvindt in Noord-Holland-Noord. Zodat je ook je werknemers op een fatsoenlijke manier kan huisvesten. En ja, je ziet daar dus steeds meer problemen in ontstaan. En ook als wij interessante mensen naar onze regio willen toehalen, dan is het wel belangrijk dat we ze ook huisvesting kunnen aanbieden. Ja, en daar zie je gewoon problemen ontstaan. Het gevolg daarvan is dat mensen weliswaar dan wellicht toch bij een bedrijf als BO of Enzo of welk bedrijf dan ook gaan werken, maar wel steeds die reisafstand moeten overbruggen vanuit de Randstad. En op een gegeven ogenblik, als het functies zijn die niet specifiek aan de zaadvereniging zijn verbonden, wellicht dan toch weer de keus maken om dichter op huis te gaan werken, dan raak je ze weer kwijt. Dus wij vinden het heel belangrijk dat er ook voor die categorie mensen, dat we daar voldoende huisvesting aan kunnen bieden. Dus, ben jij een hele krachtige pleitbezorger ervoor? Want dan kom je op dat onderwerp in de regio vaak tegen. Ja. Ik hoor Seed Valley daar heel wat minder over, zeg maar. Is dit ook niet een onderwerp waar langzamerhand het onderwijs voor moet pleiten? Ja, wij leiden op, maar die mensen moeten uiteindelijk werkend ook wonen. En dat zullen ze niet de rest van hun leven bij hun ouders willen doen. Nee, om beleid vanuit het onderwijs daarop te maken is natuurlijk wel een beetje ver gezocht, denk ik. Ja, coalitievormen. Het maar, niet altijd woordvoerder zijn. Nee, maar ik denk dat we goede mensen in huis hebben die uiteindelijk ook die huizen kunnen bouwen. En daar leiden we op. Nou ja, dat zeggen. Zeker straks. Nou ja, dat denk ik wel. En ik denk ook, en dat zit dan weer op die verbinding, hè. Als we met elkaar ons daar hard voor maken, dan denk ik dat we echt buitengewoon veel meters kunnen maken. Ja. Dat denk ik wel. En dat is die coalitie. Ja. Daar zou jij een spin in het web in moeten zijn. Want jij werft en vervolgens zeg je, nou ga maar ergens een tentje om. We hebben vanuit Seed Valley die gesprekken ook regelmatig met de mensen om ons heen. We zijn overigens ook niet de enige sector. Hè. Iedereen heeft in de regio eenzelfde vraag. Dus ook daarin hebben we gesprekken met elkaar kunnen we dat bundelen? Dus ja, die gesprekken zijn er vanuit Seed Valley zeker. Ja, Thijs, wat daar wel onder ligt, hè. Dat irriteert mij gewoon. Nou, spreek je irritatie? Dat heeft te maken met ook het. Ik hoop ook dat nu mensen van de provincie kijken. Maar de provincie die zit heel erg in op woningbouw in het zuiden van de provincie. En die schrijft ook letterlijk in provinciale structuurplannen dat dan de randstedeling zijn rust en ruimte kan vinden in Noord-Holland-Noord. En dan mag dan eigenlijk niet meer gebouwd worden. Nou ja, ik denk dat de economische vitaliteit van Noord-Holland-Noord zwaar onderschat wordt. Dat er ontstellend veel gebeurt op economisch gebied. Het bedrijfsleven floreert. Dat zie je ook aan de zaadbedrijven. Maar ook andere sectoren doen het ontstellend goed. Ja, en die moeten ook goed gekwalificeerde mensen kunnen aantrekken en ook kunnen behouden. Dat is zo verschillend belangrijk. Dus ik hoop dat de provincie daar toch meer oog voor krijgt. Pleidooi, we zullen de link van deze uitzending zullen we naar het provinciehuis sturen, zodat men daar nog kennis van kan nemen. Nou, een stukje infrastructuur speelt ook wel. Ja. Als we nou eens verder kijken, jullie zijn met ongelooflijk veel dingen bezig. En er wordt vaak gesproken over kloof onderwijs, bedrijfsleven. Ik proef hier helemaal geen kloof. Ik voel hier een dialoog over de goede onderwerpen. Als jullie eens mochten dromen, hoe staat het er dan? En dan focussen we maar even gewoon puur op de zaadveredelingssector. Als jullie eens mogen dromen over 5 jaar, wat zien we dan wat er gebeurd is? Nou, natuurlijk zijn alle vacatures vervuld, dat is uitgangspunt. Ja. Maar hoe gaat dat dan? Is er dan veel veranderd in het onderwijs verder door? Wat is er bij jou veranderd en wat doet Seed Valley op dat moment? Of ben je overbodig? Dat zou ook nog kunnen. Nee, heb je alles gerealiseerd? Ik denk dat we zullen we daar eens mee beginnen? Ja.
Ik denk dat het altijd nodig blijft om toekomstige generaties studenten, zou je kunnen zeggen, elk jaar weer te laten zien van wat is het. En dat gaat niet over een paar jaar. Dus daar hebben we een aantal jaar voor nodig. Dus Seed Valley zal zich daar hard voor blijven inzetten. Mijn droom is dat, als we specifiek over het mbo spreken dan in dit geval, is dat de mensen en ouders en studenten en leerlingen weten dat één, de sector in de regio zo groot en relevant is. Maar ook wat het werk in het groen precies inhoudt. En dat merken we als Seed Valley. Daar zit gewoon een heel groot gat tussen. Ja. Degenen die het weten, die zijn goed op de hoogte en enthousiast. En degenen die het niet weten, zien het toch gewoon echt nog als soms laagwaardig productiewerk, noemen wij dat dan. Ja. Terwijl het beeld anders is. We moeten het beeld kloppend maken. Ja. Ja, het beeld is... Dat is onze missie. En daar dus, als ik droom over Seed Valley, dan denk ik, daar ligt echt een opdracht voor ons. Ja, ja. Absoluut. Ja. Ja. Nou, jullie zijn over 5 jaar dik gefuseerd. Dan is het grijs-groen. Ik weet niet wat voor kleur dat eigenlijk oplevert. Hele mooie kleur. Ja, overigens geldt voor Seed Valley dat we natuurlijk ook altijd het onderwijs daar één op één op aanhaken. Maar ook wel de kracht geweest van Seed Valley. Wat we direct al hebben gekozen om het onderwijs er heel nauw bij te betrekken. Niet alleen het mbo-onderwijs, maar ook Wageningen Universiteit is ook poos vertegenwoordiger geweest in Seed Valley bestuur. Ja, ik denk dat dat een heel krachtig concept is geweest vanaf het begin af aan. Nee, dus echt triple samenwerking. Ja. Maar nou, even naar het Clusius. Krijgen jullie een nieuwe naam eigenlijk straks? Die mag je nog niet onthullen. Ja, ik weet hem zelf ook nog niet. Je weet het nog niet. Nee, een primeurtje in dit programma. Nee, maar dat zit er dus net niet in. Nee. Jammer dat het niet gelukt is. Hij zal binnenkort komen. Maar de organisatie met een nu nog niet bekende naam. Hoe ziet die er over 5 jaar uit? Nou, met die sterke derde poot. Hè. Dus je hebt het VMBO-MBO en je hebt in feite het stuk bedrijfsopleidingen, waar het leven lang ontwikkelen gewoon een hele belangrijke pijler gaat zijn. En ik denk dat je dan veel meer, want ik geloof wel in een coalitie. Hè. Het is een relatie die je moet onderhouden. Ja. Wil je elkaar niet de tent uitvechten. Dus het is belangrijk dat je dat ook blijft onderhouden. En dat je continu met elkaar in gezamenlijkheid kijkt hoe we dit met elkaar gaan oplossen. En dan bedoel ik, zoals ik net even out of the box ging denken over vakmeesters, opleiden op locaties, in de bedrijven. En samen dat goede beeld neerzetten, zodat leerlingen en ouders ook een beeld hebben van wat is die sector. Dus ik zie straks onder een nieuwe naam een sterk mbo, VMBO-MBO in de regio. Zeker in deze regio, waar we onze naam ook wel zeker sterk zullen neerzetten. En tegelijkertijd een doorontwikkeling van die derde pijler. Want ik denk dat die voor elke sector onmisbaar gaat worden. Die wordt cruciaal, zeg jij eigenlijk. Die wordt misschien zelfs wel groter dan het reguliere. En ik denk dat dat wel een waar we over 5 jaar staan. Ja. Wat gebeurt er straks in BO? Even los van het feit dat jullie nog steeds waarschijnlijk met je primaire proces bezig zijn. Tenminste, dat kan ik me zo voorstellen. Ja. Maar wat is er bij jullie veranderd om het nog kansrijker te maken, die instroom constant te laten zijn? Nou, is er een BO-campus straks? Nou, we zetten zwaar in op arbeidsmarktcommunicatie. We hebben ook een medewerker voor, Odette. Ja, we hebben ook een doelgroepenbeleid daarin gedefinieerd, waar we ons heel specifiek op richten. En dan zie je dus dat wij die activiteiten ondernemen om die groepen zo goed mogelijk in beeld te krijgen. Met bezoek van banenbeurzen, het organiseren van activiteiten bij BO zelf, het bezoek van scholen. Dus om dat toch BO als naam ook heel erg onder de aandacht te brengen. Nou hoor ik wel soms in andere sectoren zeggen van wij moeten de klas in het bedrijf halen. En daar wil ik niet mee zeggen van dat er een keer een bedrijfsbezoek wordt georganiseerd, maar dat er in feite een BO-klaslokaal is. Nou ja, je noemde net VZ als een mooi voorbeeld, denk ik. Maar is dat ook niet jullie uitdaging? Nou, wij zijn nu bezig met het opzetten van een BO-academy. Die is in principe intern gericht, om mensen verder te ontwikkelen en te scholen. Maar er zijn zeker ook plannen om dat ook wat meer extern neer te zetten. Daarnaast hebben wij bijvoorbeeld contact met het Jan Arends, de schoolgemeenschap hier in Alkmaar, met het technasium, waarbij we ook leerlingen vanuit het technasium ook allerlei opdrachten meegeven. We samenwerkingsverband nu recent opgezet met nog een paar andere bedrijven, met het Horizon College,
onder de naam Logmotion. Dat gaat wat meer richting dat op logistieke functies. Ja, ja. Dus ja, je ziet steeds meer die verbinding. Ik vind dat een hele goede ontwikkeling. Steeds meer die verbinding ook met het onderwijs ontstaan. Ja. En ik denk dat we elkaar ook veel beter weten te vinden. Misschien ook wel door de schaarste die er ontstaat. Hè. Maar steeds beter te vinden om samen projecten op te zetten. Om de leerlingen, de studenten te interesseren voor de betrokken bedrijven. Zoals jij dat nu schetst, dan kom ik bij jou terug, Jurgen. Want je had net even je ideaal geschetst. Heb jij straks als directeur van de vestiging Hoorn, heb je straks nog een gebouw nodig? Ja, we zijn aan nieuwbouw. Dus. Ja, nee, daarom. Ja. Dus dat, maar met zo'n nieuwbouw hou je wel rekening dat het onderwijs er anders uitziet. Ja, want volgens mij staat de helft van jouw leerlingen straks bij Kees in dat het bedrijf. Dat is heel mooi en dat zou ik echt wel willen nastreven. Ja. Ja. Dat betekent, we zijn nu bezig in Hoorn met nieuwbouw. En daarin hou je wel rekening met dat soort scenario's. Omdat je denkt, ja, we gaan niet meer. Dezelfde vraag met investeringen in technologie. Ja, dat gaan we wel doen. Maar niet op zo'n niveau dat doen we liever met de bedrijven samen. Want kijk, wat ik nu aanschaf is morgen weer verouderd. En binnen de bedrijven is dat niet het geval. Exact. Dus je ziet steeds meer de tendens dat je richting vak of werkdagen, zoals we dat noemen. Voorbeelden als VZ, maar ook voor onze andere opleidingen die gewoon dagen in hun bedrijf werkzaam zijn. Om juist ook dan niet alleen de studenten te enthousiasmeren, maar tegelijkertijd ook gebruik te maken van de technologie die daar juist gebruikt wordt. Ik denk dat het... Dus een klein, je hebt maar wel nieuwbouw, heel wat op te leiden. Dus wel nieuwbouw, maar iets kleiner. Nou ja, dezelfde, omdat we meer op te leiden hebben straks. Want dat constateren we ook. Ja. Misschien ook wel andere lokalen komen we weer. Niet meer een klaslokaal, maar ruimte waar het vol staat met allerlei... Ja, ja. Het laboratorium hebben we natuurlijk in feite. Okay. Dus dat is een voorbeeld. Cursuslab als uitvoeringslocatie. Daar gaan we meer naartoe. Ja. Het is tijd. Het gesprek loopt altijd veel sneller dan je denkt. Als ik voor mezelf nu een beeld mag geven van wat ik nu heb gehoord, dan hebben jullie eigenlijk geschetst dat je eigenlijk al een paar fases verder bent in het denken van hoe werf ik jongeren, hoe hou ik ze vast, hoe school ik bij, hoe zorg ik voor mijn arbeidsvraagstuk. En dat gaat leiden tot hele nieuwe concepten van samenwerking. En daarmee denk ik, waar we mee begonnen, een innovatieve sector innoveert ook op dit terrein. En daar hebben jullie denk ik met elkaar een heel mooi beeld van gegeven. Dank daarvoor. Ook een voorbeeld mogelijkwijs voor andere sectoren. Maar voor nu moeten we dit gesprek afronden. En NH Next gaat altijd door. Dat is het mooie van NH Next. En onze volgende uitzending is alweer op 30 september. En dan hebben we de NH Next Talkshow. En dat is iets wat we heel nauw met het RPA samen doen. En daar zal zeker ook de arbeidsmarkt een van de centrale onderwerpen zijn. Voor nu, dank voor het kijken. En jullie heel erg bedankt voor je inbreng. Dank je wel. Graag gedaan. Graag gedaan. Ja.